Hoe kun je je huis nu echt goed bunnyproofen? Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video. Ik ben Mariska en ik ben de moeder van 4 lieftallige konijntjes. Ja, in de vorige video heb ik natuurlijk al laten zien wat mijn konijnen allemaal door de jaren heen gesloopt hebben. En ja, dat was gewoon echt een hele grote lijst. En nou moet ik zeggen dat dit sowieso wel kan gebeuren. Je kunt je huis echt zo bunnyproof maken als je het wilt. En toch zullen ze altijd wel iets vinden om aan te knagen. En daar is ook maar heel weinig voor nodig. Je hoeft maar even om te draaien en het is vaak al te laat. Zorg ervoor dat je kabels goed beschermt. Konijnen knagen er helemaal graag door kabeltjes heen. En ja, dat kan gevaarlijk zijn voor je konijn, maar ook voor je huis. En voor jezelf misschien wel. Helaas heb ik wel eens verhalen gehoord van een konijn dat gewoon letterlijk, ja, geëlektrocuteerd werd. Oh, ik moet er echt niet aan denken, maar goed. Ja, dat kan dus gewoon wel gebeuren en ze komen er ook wel eens met de schrik vanaf. Maar het is gewoon echt heel belangrijk om de kabels te beschermen. Want het leven van je konijn kan natuurlijk gewoon op het spel komen te staan. En ja, we willen natuurlijk ook niet aan denken dat het huis in de fik vliegt door een kapotte kabel of dat er kortsluiting ontstaat. Het kan ook zijn dat je kabel kapot is gebeten en dat jij dus later zelf ingrijpt en dat je zelf onder stroom komt te staan. Dus dit is echt heel erg belangrijk. Je kunt je kabels beschermen met bijvoorbeeld een kabelslang of kabelgoten. Een kabelslang wikkel je om de kabel heen en een kabelgoot kun je echt aan de muur bevestigen. Hierdoor is de kabel ook mooi weggewerkt, dus dat is ook nog mooi voor je interieur. Je kunt stroomkabels natuurlijk ook verstoppen, maar dit moet je wel echt goed doen. Zelf zorg ik ervoor dat er kastjes voor staan. En ik heb bijvoorbeeld ook in de keuken een wijnrek wat voor een stekkerdoos staat. Maar het is dan wel belangrijk dat je zeker weet dat je konijn het kastje niet kan wegtrekken of erachter kan komen of misschien zelfs er wel onderdoor kan gaan. Zelf heb ik speakerkabels onder het vinyl gelegd waardoor de konijnen er niet bij kunnen. Maar je kunt de kabels bijvoorbeeld ook achter voorzetplinten verstoppen. Bij de bouwmarkt vind je allerlei soorten voorzetplinten. En er zijn plinten die ook echt ruimte hebben voor kabels. Zo kun je ze mooi netjes wegwerken. Knaagt je konijn graag aan de onderkant van de bank of van aan meubelstukken? Dan kan het helpen om een ombouw te maken. Ik heb zelf deze ombouw voor de bank gemaakt. Want ja, vooral Popje vond het heerlijk om aan de achterkant van de bank te knagen. En ja, dat vond mama niet zo fijn. Eigenlijk bestaat deze ombouw uit hoge plinten die ik aan elkaar heb bevestigd. Die heb ik uiteindelijk dus om de bank heen geschoven. Als ik onder de bank wil stofzuigen, haal ik hem gewoon even weg. Super handig. Als konijnen iets leuk vinden, dan zijn het wel randjes. En laten meubelstukken nou vaak heerlijke houten randjes hebben. Maar hoe bescherm je die dan? Bij de bouwmarkt vind je allerlei profielen die je over hoeken kunt bevestigen. Hiermee zou je bijvoorbeeld de plinten kunnen beschermen, hoekjes van kastjes. En zelf heb ik ook de eettafel hiermee beschermd. Op mijn eettafel ligt namelijk een groot stuk vinyl. En dankzij deze profielen kan Sera, die graag op de eettafel springt, niet meer aan de hoekjes bijten. En het ziet er nog netjes uit ook. Sommige mensen gebruiken doorzichtige tape om hoekjes te beschermen. Zelf vind ik het niet zo mooi. Het ziet er voor mij wat goedkoop en lelijk uit. En konijnen kunnen er toch wel aan gaan knagen. Nu is het wel zo dat konijnen minder van glanzende oppervlakken houden. Dus de kans dat ze het dan slopen is iets kleiner. Maar ja, je konijn kan natuurlijk wel tape binnenkrijgen. Springt je konijn graag op de bank? Ja, ook leer en stofjes zijn heerlijk om in te knabbelen. Je kunt je bank beschermen door een pleat overheen te leggen. Uiteraard kan je konijn ook daar weer aan gaan knagen. Zelf heb ik er dus ook geen vertrouwen in dat een bankstel echt veilig is voor een konijn dat altijd rondloopt. Toch kan een pleat ervoor zorgen dat je bankstel minder snel beschadigt. Ook planten staan erom bekend dat konijnen er graag aan zitten. En het is dan ook belangrijk om allereerst te zorgen dat je zo min mogelijk giftige planten in huis hebt. En als je al giftige planten hebt, zet ze dan buiten bereik van je konijn. Bescherm je planten en je konijn door planten hoog te zetten. Je kunt planten op hoge plankjes zetten, je kunt ze hangen. Er zijn ook leuke plantenstandaarden waar ze hoog staan. Ik denk ook echt dat dit de enige manier is om je konijn echt bij je planten weg te houden. Want ze weten anders altijd wel een manier om erbij te komen. Ik heb zelfs gehad dat mijn konijnen op de vensterbank sprongen. Voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen. En als ik nu nieuwe meubels koop, probeer ik altijd iets te kopen wat niet zo aantrekkelijk voor ze is. Wat ik heb gemerkt is dat konijnen minder snel in metaal knagen of hoogglans. Toen ik een nieuwe salontafel kocht, heb ik dan ook eentje gekocht met metalen pootjes.
Hier zitten ze echt niet aan. En ook mijn hooglands tv-kast is niet aantrekkelijk voor ze. Mocht je een vloerkleed in de kamer willen, kies dan het liefst voor een laagpolig kleed. Hier zullen ze wat minder snel aan gaan trekken en eten. Verder is het belangrijk om altijd genoeg knaagspeelgoed in de ruimte te hebben liggen. De beste manier om je konijn te laten knagen is aan spullen die ervoor bestemd zijn. Bij de dierenwinkel kun je genoeg wilgige takken kopen, speeltjes van hout, wat je ook maar wilt. Leef je konijn in zijn eentje, dan kan het soms ook helpen om een vriendje toe te voegen. De konijn zal dan wat meer afleiding hebben aan het vriendje en minder geneigd zijn om aan meubels te knagen. Ik zorg er altijd voor dat spullen als schoenen, tassen of andere spullen, misschien wel van gasten, altijd in de gang liggen of hoog genoeg. Het zal je maar gebeuren dat je konijn een hap bijt uit een supermooie leren tas van iemand die op visite is. Dat willen we niet hebben. Ik heb ook wel eens meegemaakt dat ik hier iemand op bezoek had en dat Fliepje rondliep. En ja, Fliepje was wel heel erg geïnteresseerd in het tasje wat op de grond lag. Uiteindelijk bleek dat hier een smakelijke appel in lag. En ja, Fliepje had die al bijna te pakken. Pas dus goed op met wat je op de grond legt. Ten slotte kun je je konijn natuurlijk ook gewoon proberen op te voeden. Bij mij zijn de woorden nee en niet doen dagelijks te horen. Verder zijn konijnen gewoon stront eigenwijs, hè. Als ik me een keertje omdraai of als ze weten dat ik niet kijk of even afgeleid ben, dan weten ze toch dat lekkere meubelstuk weer te vinden. En ja, een knaag hier of daar is zo gedaan. Hebben jullie nog tips om je konijnen en je huis te beschermen? Deel je tips dan gerust onder deze video. Ik ben altijd benieuwd hoe jullie daarmee omgaan. Vond je dit een leuke video? Vergeet dan niet te liken en of te abonneren. Bedankt voor het kijken. Dag!